beste linkse mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik weer een nieuwe weekvlog voor jullie. Het is vandaag maandag 10 september. En ik heb vandaag niet in de ochtend gefilmd, want ik ben nu inmiddels al uit school. Maar ik had vanochtend had ik echt geen zin om eventjes te filmen. Want ik moest me melden, dus ik was al wakker om 6 uur. Want Emma was een keertje weer te laat. Dus ik heb vanochtend niet gefilmd. Maar een week geleden heb ik jullie wel beloofd dat ik nog de 5 dilemma's zou laten weten. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga jullie 5 dilemma's eventjes kort beantwoorden in de weekvlog. En wat ik ook nog eventjes wil zeggen, is namelijk een update. Is dat ik niet doorga met de weekvlogs iedere keer door de week. Maar wel met de weekendvlogs. Omdat ik heel veel reacties krijg van ja... Ik merk gewoon in jullie reacties dat jullie het eigenlijk niet zo leuk vinden. Omdat ik tijdens school eigenlijk helemaal niet zoveel te doen heb. En ik mag tijdens school ook helemaal niet filmen. Maar omdat ik niet doorga met de weekvlogs, vind ik het me wel leuk om iedere week van tot en met maandag tot en met vrijdag. Van maandag tot en met vrijdag mijn outfits te laten zien. Omdat ik heel vaak de vraag krijg van wat heb je aan, wat draag je naar school, blablabla, waar is het vandaan. Dus dan dacht ik dat ik dan gewoon soms tussendoor van maandag tot en met vrijdag mijn outfits laat zien. Omdat ik daar toch heel veel vragen naar krijg. Dus deze weekvlog wat jullie nu zien is ook de laatste weekvlog die ik ga opnemen. En ik vond het wel heel leuk en zo. En ik merkte gewoon in jullie reacties dat jullie me zo graag wilden. Maar als jullie deze video wel leuk vinden, moeten jullie vooral jullie duimpjes omhoog doen. Liken, abonneren, reageren. Alle linkjes staan in de beschrijving van al mijn social media accounts. En dan gaan we nu beginnen met de 5 dilemma's. Oké, het eerste dilemma zit dus in dit tasje. Mama, ik heb ze by the way nog niet gezien. Dit zijn reacties die jullie hebben laten weten van dilemma's. En mama heeft ze opgeschreven, dus ik ga ze nu voor jullie beantwoorden. Okay. Een boertje laten of een scheetje? Een boertje. Scheten stinken. Dus, nu de volgende. Dus de tweede. Die valt al eten. Blind of doof? Het liefst natuurlijk allebei niet. En ik ben ook heel blij dat ik dat niet ben. No offense aan de mensen die het wel zijn. Of ja, ik denk niet dat je dan deze video hebt. Maar ik weet niet. In ieder geval, ik bedoel... het liefst gewoon allebei niet. Maar ik denk... Ik denk doof. Want dan heb je nog gebarentaal en zo. En dan kan je toch nog communiceren met mensen. En als je blind bent, dan ben je echt afhankelijk van andere mensen. Want je kan... Ja, je ziet de wereld om je heen gewoon niet meer. En zo. En dat lijkt me heel jammer. Dus ik denk dan, als ik moet kiezen, dat ik dan liever doof ben. Dan. Deze. Krijg je me niet doof. Oh, by the way, is het jullie al opgevallen? Ze zijn echt super schattig. Oké, een arm missen of een been? En deze hebben jullie dus echt allemaal zelf laten weten. Een arm of een been? Ik denk... Een been. Want... Nee, een been vind ik ook stom. Gewoon allebei niet. Ik ga die niet eens beantwoorden. Gewoon allebei niet. Dat vind ik te moeilijke dilemma's. Ik doe eventjes de volgende. En dit is alweer de voorlaatste. Ja, echt snel. Dom of lelijk? Dom dan. Nee, ik bedoel lelijk. Ik bedoel lelijk. Want, ja, wat boeit mij nou of ik er goed uitzie of niet? Ik ben liever slim. En dat je allemaal dingen bereikt in je leven als dat je lelijk. Als dat je... Als je dom bent. Hè? Ik ben volgens mij ook een beetje... Volgende. Oh, er was een dingetje uit. Dit is alweer de laatste. Oh, die is lang. Een ontmoeting met jouw idool of een dag mee
meepraten in de Tweede Kamer. Ja, maar weet je wat het is? Ik zou het heel cool vinden om een dag mee te praten in de Tweede Kamer. Alleen, ik wil dan ook alleen aan het woord zijn. Dus ik denk dat het dan maar één keer gebeurt dat ik in de Tweede Kamer ben. Maar ja, who cares? Ik ga gewoon naar de Tweede Kamer. Joehoe. Nee, ik zou eigenlijk wel een keertje willen mee debatteren. Dat vind ik echt leuk. Ik vind dat oprecht echt heel leuk. Om te debatteren. Maar dan wel, natuurlijk, over leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld over een boertje of een schietje. Bedankt voor al jullie dilemma's. Nu verder met de weekvlog. Oké, jongens. Schrik niet. Ik heb eventjes een lipstick opgedaan. Om even uit te proberen. Maar ik wil eventjes mijn excuses aanbieden. Want ik heb de afgelopen dagen niet gefilmd. Was gewoon puur. Ik had er geen zin in. Was het vergeten uiteindelijk. Oh jee. Weet je, zo gaat dat. Net zoals met huiswerk. Je hebt er geen zin in. Je vergeet het uiteindelijk. En dan doe je het niet. Dus ik ga nu denk hopelijk weer eventjes oppakken. Ik heb zaterdag wel iets heel leuks te doen. Want dan ga ik naar een restaurant met mijn familie. Maar ik heb vandaag echt iets superleuks gekregen van mijn jewelry. Voor mijn verjaardag. Al was het denk ik een vroeg verjaardagscadeautje. En binnenkort staat er ook meer over op mijn Instagram account. Dus dat moeten jullie zeker in de gaten houden. Als jullie ook wel van sieraden houden. Wink wink. Maar ik zal het jullie laten zien. Kijk, ik heb superleuke sieraden gekregen. Deze met de panthers of de leeuw. Ik weet het even niet. Leeuw. Weet ik veel. Nee, maar ik denk het dus de panter. Ja. Dan deze. Die vind ik ook heel leuk. Deze vind ik echt heel mooi. En dan nog deze. Met. Als je hem fatsoenlijk kunt zien. Met een oogje. Dus die vind ik ook heel leuk. Dan heb ik nog deze twee leuke kettingjes gekregen. Deze met sterretje en maantjes. En deze met een kreeftje. Die vind ik ook heel leuk. En met bolletjes eraan. En dit superleuke blouseje. En die gaan jullie binnenkort ook wel zien op mijn Instagram account. Net als alle sieraden. En als jullie ook wel sieraden houden, moeten jullie dus sowieso mijn Instagram account in de gaten houden. Want daar komt iets heel leuks op. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Je bent echt heel groot nu. Het is vandaag zaterdag 15 september en Iris is dus weer thuis na 2 weken. En Eline is weer thuis na ook 2 weken of 3 weken. En we gaan vandaag, want gisteren was oma jarig. We gaan vandaag uit eten met de familiekeuze. En Jules en de vriend van Eline gaan ook mee. Ben je sexy aan het eten? Wie is zo vriendelijk aan je tand? Eee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 
Dus ja, dat is leuk. Wat ik aan heb is deze oorbelletjes van My Jewelry. Ik weet niet hoe ik dat moet uitspreken. Ik heb dit jurkje aan van Frankie Liberty. Mijn horloge is van... Wat ben je toch veel aan het vreten, jong? Zo zit je de hele tijd. Ja, ik ben verkouden. Ik kan ook echt niet lopen op hakken. Leer lopen op hakken. Ik kan zelfs lopen op hakken. Ik heb deze horloge aan van Solu. Gewoon mijn ringen. En mijn schoenen zijn van de nieuwe collectie van BK. Footwear. En Iris. Wil je je outfit laten zien? Want je vond zelf ook dat je er heel goed uitzag. Mijn blouse is van de Perpska. Waar zijn je kettingjes van? Deze is van Sieraden by Mel. En deze is van de Primark. Mijn oorbellen zijn van... Hoe heet dat? De Claire's. En mijn... ring is van de Action. mijn broek is van Paul & Bear. En deze zijn van een... boutique-achtige winkel in Roermond. En waar is je speculoos van? De gewone speculoos pasta van de Jan Lenders. Ja. Hey, het is vandaag
Zondag. Zondag. Doe je Riemam. Riemam! Ook moet die van mij ook nog doen. Riemam! Goeie voorbeeld geven. Het is vandaag zondag 16 september. Niet december, september. Gisteren zijn we uit eten geweest met de Femkeuven. Was super leuk. Heel lekker eten. Daarna hebben we ook geen broodjes of chips meer gegeten. Want we hadden geen honger meer. Nee, totaal niet. Niet kleine hapjes of zo. Nee, we hebben daarna echt geen chips meer naar achteren gekaand. Nee, nu doe ik heel ondankbaar. Zoals dit al niet. En ik ben daarnet, was ik naar Tegelen geweest. Oh, dat klonk echt heel Limburgs. Was ik heel Limburgs? Was ik naar Tegelen geweest. En daar zijn we eventjes gaan kijken. Voor iets super leuks. Namelijk, ze moeten allemaal komen. Dan. Namelijk voor de Living Statues. In Den Bosch. In Den Bosch. Op 13 oktober. Op 13 oktober, waar ik ook aanwezig zal zijn met mijn act. Dus moeten jullie allemaal naartoe komen. En het is Giving Statues, want het is voor het goede doel. Laat ze maar lachen. Dus ping, 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 bedalen. Dus dat heb ik net gedaan, een repetitie daarvoor. Ik ben net, zijn we naar de supermarkt geweest. Daar hebben we allemaal lekker weer dingen gehaald. Want ik ga vanavond koken voor mama en mij. Dus ik heb allemaal lekkere dingen gehaald. En, wat ik nu even wil vertellen. Volgend weekend is de tiende dag. En ik kreeg heel veel DM's van jullie. Oh, ik vind het zo jammer. Je tickets waren al uitverkocht in de meeting bees, bla bla bla. Voor de mensen die mij toch nog willen komen meeten bij de tiende dag, moeten jullie op alle tweede dagen gewoon naar de Boeps en Bloemers stand komen. Want daar zal ik ook een meet and greet geven tussen... Ja, tussen 5 en 7. Tussen 5 en 7... 2 uur. Tussen 5 en 7 zal ik daar een meet and greet geven. En op zondag tussen 4. En op zondag tussen 4 en 6. 4 en 6. Dus als jullie geen meet and greet meer mee kunnen houden en toch nog mee willen meeten, moet je naar de Boeps en Bloemers. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, maar dat weet ik nu nog niet. De voorwaarden krijgen jullie dan maar weten. Kusjes. Oh ja, en dadelijk moet ik alweer on my way naar mijn dansschool. En ga ik auditie doen voor het wedstrijdteam. Super zenuwachtig. Nou, ik zit in de auto. Ik heb me omgekleed, ik heb me gedoucht. Mijn haar zit heel strak naar achter. Ik heb het ook nog met zo'n tandenborstel helemaal strak naar achter getrokken. Want ik heb nu mijn auditie, of ja, dadelijk mijn auditie van het wedstrijdteam van dansen. En ik ben echt, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Dus ik laat jullie daarna wel weten hoe het was. Of hoe dat ik denk dat het is gegaan. Oké. Ik ben nu aan het koken. Iris gaat naar huis. Mama is hier. Jullie gaat ook naar huis. Toppie. Ik ga iets heel lekkers maken. Moet ik een boterham doen? Ik ga koken. Ze vraagt iedere minuut aan jou wat ze moet doen. Maakt niet uit. Mama kan niet koken. Wel, maar ik heb het allemaal zelf bedacht. Oké. En ik weet zelf ook hoe ik gezonde havermoutkoekjes moet maken. Wow. Zonder suiker. Hier moeten gaan. Hoe moet ik hem zetten? Zie je, ik kom met Emma. Ze vraagt iedere minuut wat ze moet doen. Niet zoveel. Er gaat meerdere dingen in. Sukkel. Emma. Ik ga iets heel lekkers maken. Ik heb helemaal niet te veel minuten te filmen. Ik heb. Wanneer weet ik of het goed is? Wacht. Je kan het zien worden. Dus wanneer weet ik wanneer het ook gewoon niet goed is? Als dat piepertje afgaat. Nou, dan moet je even proeven. Als je heel erg hard veel moet komen, dan is het. Ja, oké, zo. Als het vuur is, laat ik het weten. Ja, doei, schatjes. Oké, in ieder geval. Ik ben dus macaroni aan het koken. En dan doe ik erbij champignons. En een beetje krieltjes. En kip. En tomaten.
en veldsla. Dus super lekker. Ik ga hem ietsje zachter zetten. Hij staat op 8. Dat is niet zo goed. Even dus rustig worden. Oké. Dan ga ik nu de champignons erbij doen. Deze kan je ook droog eten, maar ik ga ze warm maken. Is toch lekker? Even de afzuigkap aan. Zet er het wat hoger. Helemaal prima. Pakken we de spatel. En begin je met koken. Leuk en lekker is dat. Wat heeft Iris nu weer gedaan? Ze heeft alle borden samen gedaan. Dat is niet zo goed. Dat hoort niet. Kijk, de champignonjes beginnen al rustig te borrelen. Heel lekker. De macaroni moet nog even koken. Dus we gaan een beetje erbij blijven. En dan laat ik ze nu lekker borrelen. Nou, dit is het geworden. Dit is het geworden. De camera ziet er nog lekker uit. Ik vind het wel prima. Het is lekker. Het is lekker, maar het gaat wel iets met de dressing doorvoeren. Maar ja, ik kan alles. Grappig. Ik grap, ja, dat alles kan, want de audities gingen voor mijn gevoel helemaal niet goed. En ik vond het echt een moeilijke dans, dus ik denk dat ik niet door ben naar het wedstrijdteam. Maar dat krijg ik volgende week te horen. Als ik word gebeld, ben ik niet door. Als ik niet word gebeld, komt het op Instagram en ben ik wel door. Als we deze vlog leuk vonden, hoewel die zo kort was en stom en saai, moeten jullie die duimpjes omhoog doen. Liken, abonneren, reageren. De volgende week vlog is volledig Tina Festival. De volgende week vlog is volledig. Oh, nee, dat is niet waar. Woensdag gaan we ook vloggen. Oh. De volgende week vlog ga ik alleen vloggen op woensdag, zaterdag en zondag. Oké. Als jullie deze vlog leuk vonden, doe dat voor mij.